Dus ik zag net verschijnen dat de trailer is uitgekomen van Halloween Kills. Ik heb dat gezien doordat ik de Shang-Chi trailer aan het bekijken was. Dus die video moet je ook zeker gaan kijken. En ik ben heel benieuwd. Ik heb laatst, of een paar maanden geleden, heb ik alle Halloween films een keertje gezien. Dus ik ben wel echt bijgewerkt op de Halloween franchise. En ik vind Halloween 2018 wel ergens de beste film binnen de Halloween franchise. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daar nog willen uitmelken in nog twee films. In Halloween Kills en Halloween Ends. Normaal had deze film vorig jaar moeten uitkomen. Maar natuurlijk door een welbekend virus is dat niet gelukt. Ik ben dus heel erg benieuwd naar het vervolg op Halloween. En laten we gewoon gaan kijken. Want ik wil weten hoe dat het gaat aflopen. En wat dat... zij nu ook allemaal gaan doen. Wat is dat? Ik ben haar naam kwijt. Nee, Laurie was het natuurlijk. Laurie was het. Oké. Laurie Strode, dat was hem. Laten we gaan kijken naar de trailer. Oh, we gaan direct verder. Uh-oh. Hebben we zien dat hij ontsnapt is? Uh-oh. How is the motherfucker still alive? Well, the motherfucker lives, so... My grandmother was right. The boogeyman was real. It's over. We can't hurt anyone ever again. He lives. No one told you. Told me what? He's alive! Somebody in there? Yeah, hey. Michael Myers is alive. Ho ho ho! Brutal. Stop! You had a knife in your stomach. You and Allison should not have to keep running. Evil dies tonight. Oh, dat lijkt echt gewoon op Halloween 2, waarin dat ze echt gewoon in het ziekenhuis. Oh, muziek! That's a straight line to Michael's childhood home. Oké, dit ziet er wel leuk uit. Let's hunt him down. Michael Myers is flesh and blood, but a man couldn't have survived that fire. Holy fuck. The more he kills, the more he transcends. Run! Go now! He's the essence of evil. Zijn we eigenlijk al letterlijk alle kills aan het zien die hier gemaakt gaan worden? Oh, heilig, even wat de dude van de escape hier. Uh-oh. Do it. Oh, it's a mask! Wait, wow. Oké, laten we anders alle kill wel zien. Oké, de film ziet er goed uit, maar de trailer liet echt wel te veel zien. Ten eerste zien we bijna alle kills al. En ten tweede, het ziet er wel heel erg leuk uit, dat moet ik wel zeggen. Dus ik ben benieuwd. Ik ben op zich geen fan van de Halloween franchise, want de meeste films waren kak. Maar van de nieuwere films en van de originele twee ben ik op zich best wel fan. Dus dat vond ik wel leuk gedaan. Dus ik heb echt het gevoel, Halloween was een remake van Halloween. En Halloween Kills is een remake van Halloween 2. En ik ben daar op zich best wel voor. Ik hoop gewoon niet dat Halloween Ends een remake gaat worden van Halloween 3. Want dan wordt het nogal kut. Maar op zich, deze film ziet er echt toch wel leuk uit. Ik ben benieuwd wat ze ermee gaan doen. Hoe ze het gaan doen en... wat dat ze ermee gaan klaarkrijgen. Dus, mensen, wat vonden jullie van deze trailer? Laat het weten in de comments op beneden. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen, bedankt voor het kijken. En bye. Bye.